Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze live-uitzending van Doof Centraal met het coronakanaal. Wij hopen dat het de afgelopen week een goede week is geweest. Mooi weer en ook dat iedereen thuis is gebleven en geen domme dingen heeft gedaan. En ook een anderhalve meter afstand te houden. Ook met werk en met kinderen. Hoop dat alles goed is gegaan de afgelopen week. Voor Doof Centraal zijn wij dus weer terug. Jullie zien ook nu deze live-uitzending. Via Facebook of via YouTube kan je dit volgen. Wat je voorkeur heeft. Je kan in de comments, in beide kanalen, kan je dus posten. En wij hebben Carolien, is verantwoordelijk voor vanavond voor de reacties. Dus als jullie dus de vraag is dat jullie gewoon heel veel tips of vragen neer gaan zetten en posten, dat jullie gezellig met elkaar gaan kletsen. En we hebben de vragen die te maken hebben met coronavirus. Maar ook geven we aandacht over recepten, eetrecepten. Want veel mensen moeten thuis blijven, kunnen niet meer uit eten gaan. Dus betekent dat, ja, dat je thuis nu heel veel moet koken, lekker wil eten. Dus misschien hebben jullie wel goede tips. En die kan je dus delen en die kan je posten in de comments. En aan het einde van deze uitzending gaat Carolien mij dat toesturen. En dan kan ik dat lezen en dan deel ik dat met jullie weer. En ook de vragen beantwoorden. In deze uitzending gaan wij geen medische vragen behandelen. Die bewaren we wel. En daar komen we later weer op terug met onze antwoorden. En die zullen we dan ook weer gaan posten. Vorige week, met de live-uitzending van Doof Centraal, hebben we heel veel leuke foto's weer ontvangen. We zullen even een paar laten zien. Kijk maar. Leuke foto's, hè? Dus als je vanavond ook weer gaat kijken in je kamer, dat je even de tv even goed gaat schoonmaken of de computerbeeld, dat alles netjes is, dat je daar even gaat voor poseren en even een selfie gaat maken en delen met ons. Via Instagram of via Facebook. En ook nog hashtag DoofCentraal erbij. Ja? En voor deze live-uitzending, voordat we mee beginnen, gaan we eerst de aflevering 277 zien van Duurtres met Splinter. Veel plezier! Goedenavond dames en heren, welkom bij Duo Tres. Vandaag gaan we het hebben over Deft Queer in Amerika met kunst. Dan in Nederland, de provincie Zeeland, is zo leeg, het lijkt een spookprovincie. En minister Macron heeft kritiek op Nederland. Deft Queer kunst, wat is dat? In Amerika, bij de Rochester Universiteit van Technologie, zijn ze afgelopen maart begonnen met een expositie. Waarbij allemaal kunstenaars iets te doen hebben met queer. Die kunnen dat exposeren in Rochester. En iedereen kan dat bekijken. Maar door het coronavirus mogen er natuurlijk geen mensen meer naartoe. Dus hoe gingen ze dat nou oplossen? Ze hebben gisteren op 18 april alle kunstwerken van over de hele wereld, van mensen die met Deft Queer zijn, hebben ze gedeeld via Zoom. Dus iedereen kon zijn eigen kunst laten zien en er wat over vertellen. En zo kwamen ze allemaal aan de beurt, mochten ze allemaal één voor één op het scherm vertellen. Dus dat was een hele mooie oplossing. In Zeeland, de provincie van Nederland, is normaal deze periode met warm weer en veel zon overstroomd met toeristen, ook uit Duitsland en uit Nederland, die lekker aan de zee gaan vakantie vieren of met de camper of met de tent komen. En nu is dat helemaal anders. Dus de politie die normaal handhaaft, of de handhavers, hebben nu een spookprovincie, die is helemaal leeg. Normaal controleren ze op vakantiegangers die uit de bocht schieten of waar die overlast veroorzaken, maar die zijn er nu niet. Dus gaan ze nu handhaven voor mensen die zich niet aan de maatregelen van het corona houden. Om daartegen te zeggen dat mag niet, dat samenkomsten niet mogen of boetes kunnen ze uitdelen. Dus dat is de omgekeerde wereld. Het is echt een spookprovincie nu. President Macron uit Frankrijk heeft kritiek op Nederland.
Wat is er gebeurd? Vanwege het coronavirus hebben heel veel landen economische problemen. Dus, en ook in ziekenhuizen natuurlijk. En in sommige landen gaat het wel goed, in andere landen gaat het veel slechter. Bijvoorbeeld Italië. Dus de EU-landen hebben gezamenlijk het erover gehad. En een land zoals Italië zou natuurlijk graag een voordelige lening winnen. Een eurobond. Waardoor ze voordelig kunnen lenen. Maar Nederland heeft gezegd dat dat willen we niet. De oude afspraken en voorwaarden die al zijn gemaakt, die gaan we gewoon volgen. Maar Italië, de begroting van Italië, is niet goed. Dat moet eerst opgelost worden voordat ze deze lening kunnen vragen. Maar ja, die schulden van het verleden, zeg maar Krol, daar moeten we niet naar kijken. We moeten nu kijken naar de toekomst. Want dit coronavirus had niemand van tevoren kunnen voorspellen. Dus iedereen moet solidair zijn. De EU is niet alleen maar een gemeenschappelijke economie. Het is ook gewoon een groot project met z'n allen. Een politiek project Europa. Dus we moeten solidair zijn. Dat is wat Macron zegt. En op deze manier laat Nederland misschien de Europese Unie wel wankelen. Maar we gaan het zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Duurtrist 277 met Splinter was dit. Nu met deze live-uitzending doen we ook iets nieuws. Vorige week zijn we daar eigenlijk al mee begonnen. Dat Doof Centraal probeert om elke week een vlog te posten. En die vlog gaat voor mensen die niet betrokken zijn bij Doof Centraal. Die doen ergens een mooie filmpje en Doof Centraal ziet dat en die post dat dan. En die wil dat graag met jullie delen. Vorige week was er tijdens de live-uitzending hebben wij ook veel donaties gekregen. 184,53 euro. En de donaties die wij krijgen, die gebruiken wij voor nieuw materiaal te kopen. En dat is dan voor de kwaliteit van de live-uitzending te verbeteren. En dat we het op een serieuze level kunnen tillen. En ook voor de vrijwilligers, voor het eten en drinken. En noem maar op. En ook willen wij graag aan jullie laten zien wat wij dus met die donaties gaan doen. Vorige week had ik al een paar dingen benoemd. Doof Centraal zelf ondersteunt ook lokale restaurants. Want die hebben ook te maken met het coronavirus. Dus de horeca is allemaal dicht. Dus hoe overleven de restaurants? Mensen kunnen daar niet meer komen. En dan gaan ze eten maken en dan kunnen mensen wel afhalen. En Doof Centraal heeft dus al een paar keer eten besteld bij lokale restaurants. Soms halen we het op of wordt het bezorgd. En het eten is prima. Dus een tip van ons is om dat ook te gaan doen. Om hen te ondersteunen in dat hun leven ook verder kan gaan in deze crisis. Nu de stand van zaken in verband met het coronavirus. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Hoe dat allemaal nu ervoor staat. De wereld in totaal zijn er nu 2,3 miljoen besmettingen. Plus ongeveer 161.000 mensen al overleden. Dat is wereldwijd. En in Nederland is het nu ongeveer 32,6 besmettingen. En 3.600 mensen overleden. Is vermeld door het RIVM. En in totaal, hoeveel er al beter zijn? 605.000. Dus dat is positief dat er al zoveel mensen gezond zijn. En koningin Elisabeth in Groot-Brittannië had een trieste verjaardag dit jaar. Ze kon niks doen en ze was maar alleen. Ze is 68 jaar geleden is er voor het eerst dat er geen feest is geweest met saluutschoten. Nu was ze alleen samen met haar man Filip thuis. En ze is 94 jaar oud geworden. En in Nederland, in Zaandam, zijn er mensen geweest die in een bedrijfspand stiekem een pokertoernooi hebben gehouden. 53 mensen waren daar. De politie heeft ze betrapt en iedereen kreeg een boete van €390.
Mensen baalden daarvan en moesten dat betalen. 7 mensen zijn meegenomen naar het bureau omdat ze ook geen ID-bewijs bij zich hadden. In Brazilië, in Rio de Janeiro, is een filmfestival geweest. En dat hebben ze online gezet, zodat mensen gewoon vanuit huis naar het filmfestival konden gaan kijken. NPO Radio heeft een interview gedaan met Corrie Thijsseling, een dove pedagoog. Zij is gepromoveerd en zij is geïnterviewd. Het interview kan je dus terugzien. Een link staat hieronder in de comments. En dan kan je dus terugkijken. En misschien vanavond of morgenochtend, als je je thuis verveelt, kan je dus even de link aanklikken en even terugkijken. En het interview ging over de Nederlandse gebarentaal, de NGT, als een volwaardige taal. En daar is veel voor gevochten binnen de Nederlandse maatschappij. En deze live-uitzending had ik net ook al gezegd voor de tips in de comments, als tip gegeven om comments te plaatsen. Voorheen hebben we eerst de workouts gehad, Netflix, spellen, bordspelletjes. En nu vanavond gaan we dus op eetrecepten richten. Dat je thuis nu zit met de coronavirus en misschien iets lekkers kan bedenken of hebt bedacht, kan je dus ook delen met ons. En wij, als wij de tips binnenkrijgen, zullen wij dat ook delen met jullie. Oké? Okay? We hebben verschillende onderwerpen. Onderwijs, de studenten, dove ouderen, een artikel over gebarentaal. Verschillende onderwerpen behandelen we dit keer. Het eerste die we gaan zien is een dove studente, Eva Prevaas. En zij is een dove student en zij is bezig met een scriptie en aan het studeren. Maar hoe gaat dat nu? En zij is ook een bestuurslid van SES. Dus ik besta. En zij vecht voor de belangen van de dove studenten in heel Nederland. Maar ja, in deze situatie, hoe is dat nu? Daniel heeft het interview afgenomen. Kijk maar. Fijn dat we dit interview kunnen doen. Ik ben even benieuwd, wat voor opleiding doe jij? Ik studeer Molecular Life Sciences. Dus moleculaire levenswetenschappen. En welk jaar zit jij? Nu zit ik in het laatste jaar van de bachelor. En ik ben even benieuwd. Ga jij nog naar school of moet jij thuis blijven? Merk jij ook verschil? Heeft dat invloed op je leren? Nou, eerlijk gezegd is het voor mij wel een klein verschil, want veel colleges die ik volg gaan gewoon live door. Dus dan zit ik naar een scherm te kijken. Dus ik voel het verschil niet enorm. Alleen de practica die zijn komen te vervallen. Plus, ik zie natuurlijk maar weinig mensen. Eigenlijk gewoon geen 1 of 2 mensen zie ik nog. That's it. En die live colleges, zet je daar ook een tolk in? En hoe doe je dat? Ja, tolken zijn makkelijk te vinden, want ja, die hebben nu toch allemaal lege agenda's. Dus ik vraag iemand of die wil tolken. Die zegt prima, dan hebben wij verbinding via Skype. Die heb ik dan klein in beeld. En dan heb ik Microsoft Teams groot en kan ik heen en weer kijken. Dat gaat heel goed. Je zit nu in het laatste jaar. Moet je ook een scriptie schrijven of stage lopen? Daar ben ik toch even benieuwd naar hoe dat nu is. Ja, gelukkig heb ik eigenlijk tot nu toe alles gehaald. Dus dat betekent dat ik nu me kan focussen op mijn scriptie en ook op een onderzoekstage. Ja, die onderzoekstage, dat kan nu niet voor de zomer. Dus hebben ze gezegd dat ik de stage dus niet doorgaat. Maar in plaats daarvan dat ik de data van een ander onderzoek krijg, wat ik dan moet gaan analyseren en moet combineren met mijn scriptie. Oké, en jij zit ook in het bestuur van SES, hè? Kan jij daar ook iets meer over vertellen? Ja, zeker. Mijn taken zijn penningmeester en nationale zaken. En SES komt op voor dove studenten. En ja, het is nu een rare tijd vanwege de coronacrisis. Dus veel lopen wel vast met studeren, omdat lessen uitvallen of niet toegankelijk zijn.
Dus we vragen ze ook om hun ervaringen te delen, zodat we samen kunnen kijken om hun problemen op te lossen, zodat ze weer goed verder kunnen studeren. Dus dat hopen wij. Ja, dat hoop ik ook. Nou, heel veel succes met studeren en bedankt voor dit interview. Doeg! Dankjewel. Doeg! Doof Centraal is ook, heeft ook dingen gepost op Instagram en op Facebook. En dove studenten kunnen ook hun ervaringen delen. Dus dat kan je ook posten en dat kunnen wij doorsturen naar Zes. Zodat zij kunnen kijken hoe de situatie is. Dus dit was het interview met Eva. En we gaan naar teamleider, een dove man, Tony Bloem. Dit is zijn naamgebaar. Bij de HU, bij de Hogeschool van Utrecht. En die richt zich op de dove studies. En de HU, hoe gaat dat nu daar op school? Want de school is dicht. Het lesgeven, hoe gaat dat? We proberen even contact te maken met hem. Oh, we zijn bezig om te bellen en om contact te maken. We zijn nog even bezig om proberen contact te krijgen. Dan zullen we even een filmpje alvast laten zien waar jullie om kunnen lachen. Dit is een man die woont in Zweden, in de hoofdstad. En hij heeft een filmpje geplaatst, altijd op via Flow TV. En echt, het is hoe die fantastisch hoe hij de wereld en andere landen laat zien. En hij laat nu zien hoe andere mensen uit andere landen naar zijn filmpjes kijken. Nou, was leuk om te zien, hè? Thuis heb ik ook zo hard lopen lachen om Flow TV. Het is altijd met goede humor. Dus een tip voor jullie, als jullie hem nog niet volgen, ga dat volgen. Het is echt geweldig. Hij heeft een goed gevoel voor humor.
Dan gaan we nu kijken naar dove ouderen. Maar we hebben het al gehad, focust over gehad, over op de Gelderhorst tijdens een live uitzending. De dove ouderen die daar wonen. Maar er zijn natuurlijk ook andere dove ouderen in Nederland. Ja, hoe is hun leven? Dus we hebben nu één dove man, die woont hier. Henk Betten. Hij is 81 jaar oud en hij is echt nog steeds een hele gezonde man. En we hebben hem gevraagd hoe zijn leven is, want hij woont nog steeds zelfstandig. En hij is al 50 jaar getrouwd, pas. Maar hoe is die situatie nu? Dennis heeft hem geïnterviewd. Kijk maar. De technologie, gebruik je dat? Skype of om contact te hebben met mensen, WhatsApp of dat soort zaken? Ja, ik gebruik eigenlijk meer mijn mobiel. En dan kan ik met iemand contact maken. En dan ben ik daar lekker mee aan het gebaren. Dan zet ik hem ergens neer en dan kan ik lekker gebaren. Of via Skype. Op de computer doe ik dat dan. Dan kan ik daar ook mee videobellen. Maar met wie heb je dan contact? Met wie klets je dan? Nou, mijn oudste zus, die woont in Gelderhorst. En daar kan ik mee lekker aan kletsen via de mobiel. En ik heb ook een horende zus, maar dan ga ik met mijn dove zus lekker kletsen. Ja, het is altijd wel prettig om contact te houden met elkaar. En ja, mijn zus is 83, 84 en wel eenzaam. Dus ze vindt altijd wel heel fijn dat we even contact hebben met elkaar. Dat gaat ook wel makkelijk. En mijn horende zus ook wel hoor, daar ben ik ook wel mee aan het kletsen. En deze crisis daarvoor, hè, deed je natuurlijk van allemaal dingen die nu door de crisis en doordat alles gesloten is niet meer kan doen. Wat zijn van die dingen? Dat klopt, ja. Op bezoek gaan, dat kan niet meer, want je moet afstand houden, je kan niet meer knuffelen. Dat mag allemaal niet. Nou, best balen. En ja, waar ik altijd heel erg zin in had, om bij de bibliotheek te werken. Daar werk ik al 22 jaar voor Dova voor Nederland, in Nederland. Maar ja, dat kan nu ook niet meer. En dat mis ik wel heel erg hoor. Ik zou er heel graag heen willen, maar dat kan niet. Alles is op slot. Ja, dat is best balen. En lelysoos, biljarten, dat kan niet meer doorgaan met de competitie. Want ik hoop altijd heel graag te winnen. Maar ja, dat kan nu ook niet meer doorgaan. En de verschillende supermarkten hebben nu 's ochtends een ouderenuurtje van 7 tot 8 uur om boodschappen te doen. Ga je dan ook boodschappen doen? Nee, kom op zeg, dat doe ik niet veel te vroeg. Nee, ik vind het geen goed voorstel van de Albert Heijn. Beter op een andere tijd, later. Hè? Want ik vraag me af of oudere mensen vroeg opstaan. Maar wanneer doe jij dan je boodschappen? Hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon op de gewone tijd. Als ik mensen zie, dan hou ik gewoon zelf wat afstand en dan loop ik er zo wat tussendoor. Ja, ik ben gelukkig heel visueel ingesteld. En de overheid heeft verschillende maatregelen genomen, ook voornamelijk voor oude mensen. Vind je dat goed, voldoende, mis je wat? Nee, hartstikke goed. Ja, het enige probleem is de nieuwe apps die komen. Dat is nog eventjes afwachten. En ja, of oudere dove mensen bereikbaar genoeg, of het hen ook bereikt, dat weet ik niet. Maar wat wel heel erg leuk is de tolk, Irma. Vind ik echt geweldig. Moet ik altijd zo om lachen met dat gebaar hamsteren. Is helemaal viraal gegaan. Heel mooi. Nou, dat was echt een noordeling. Prachtig. Dan gaan we nu nog een tweede poging doen om Tony Bloem te bellen. Teamleider op de Hogeschool Utrecht. Hallo. Hallo. Hi. Dus we hebben nu verbinding, contact? Ja, we hebben nu goed contact. Goedenavond. Jij bent dus teamleider van de HU. De HU is heel groot en ik ben daar een onderdeel van. Dat is het Instituut voor Gebarentaal en Dove Studies. En dat is 1% van het geheel van de HU. Echt een heel klein onderdeel is het instituut. En je bent teamleider. Wat zei je? Jij bent teamleider.
Ja, ik ben teamleider. We zijn met z'n drieën, zijn er managers. Één boven mij en twee samen daaronder. En we zijn in totaal met 40 mensen daar aan het werk. Voor de opleiding tolk en schrijftolk en voor de master voltijd en deeltijd. Ja. Mooi, dat is heel breed. En de HU, hoe gaat Sorry, je beeld was even stil. Oh, kan je me zien? Hi. Het beeld loopt vast. We hebben technische problemen. Dit is beter. De HU is nu... Oh, ja, is het nu... Het is nu beter. De HU is door het coronavirus nu dicht. Hoe ziet het eruit? Wordt er online les gegeven? Hoe gaat het voor de studenten? Tony? Ja. Nou, dat heeft een behoorlijke impact. 12 maart was het eigenlijk een feestdag voor diploma-uitreik voor de student. Het zou echt een feestdag zijn. En toen lieten ze me weten dat het dicht ging. En toen zei: nee, mogen we eerst de diploma's uitreiken en dan mag de school dicht. Want er kwamen heel veel studenten en studenten die mooi aangekleed waren en echt mooi feestelijk. Maar we mochten niet handen schudden of knuffelen. En de volgende dag ging de school dicht naar de diploma-uitreiking. Niemand mocht meer terugkomen. Dat was echt zo'n verandering. Ik kon me dat gewoon niet voorstellen, zo'n verandering. Dan moesten we ineens thuis werken. Maar mijn laptop was nog op het werk, op school. Dus de eerste week was het echt wel heel erg druk om dingen te regelen, om een laptop op te halen, om andere dingen te regelen, om afspraken, hoe kunnen we dat online gaan doen. Het was echt zo'n verandering. Maar gelukkig, de HU was daar wel deskundig in en die heeft ook wel adviezen gegeven hoe je online dingen kon aanpakken. Dus we geven nu eigenlijk online les, PowerPoints ook, via MS Teams werken we dan. Daar kunnen we dan de PowerPoint delen en daaronder kan je dus dan gaan praten. En de spreker is dan klein in beeld. Dus de studenten die moeten dus ook nog een tolk erbij doen, maar er is daar geen ruimte voor in beeld. Of de docent die is aan het gebaren, maar op heel klein beeld wat je niet goed kan zien. En een stemtolk inzetten. Dus het waren wel heel veel technische problemen hoor, wat wij moesten uitzoeken hoe we dat allemaal konden gaan aanpakken. Nou, dat was best wel een grote impact op ons, hoor. En ik was wel heel blij dat het team daar echt eventjes de handen uit de mouwen staken om alles te regelen. Maar dat heeft wel echt effect gehad. Ja, de situatie is dus nu zo. Dus eigenlijk moest je het wiel opnieuw uitvinden. Ja, zoiets. Ja, we moesten heel veel uitzoeken. Maar wel blij dat de studenten... Een aantal weken geleden hadden de studenten een filmpje gemaakt en ook op Facebook gepost. En het was echt een heel leuk filmpje. En de link zal ik nu zetten. De link zal ik nu neerzetten waar je dat kan zien. Ja, kijken jullie allemaal in de comments. Daar komt dus de link te staan. Ik ben benieuwd hoe jullie het coronavirus de stageplekken tijdens het coronavirus de stageplekken gaan doen voor de tolkstudenten bijvoorbeeld. Even kijken, wat voor vraag stelde je? Dit coronavirus, waardoor de HU dicht is. De tolkstudenten moeten stage lopen. Hoe gaat dat nu? Ja, het beeld bleef wat haperen. Maar als ik het goed heb begrepen hoe dat nu met de beoordeling van de stages gaat. De stages, dat is nu echt een probleem. Live kan dat nu niet meer.
En collega's die ook stagebegeleiders zijn, die zijn nu vooral aan het bedenken hoe we dit kunnen gaan oplossen. Voor een deel kan het wel opgelost worden en voor een deel wordt het stage online gedaan. En soms komt er wel studenten komen dan bij mij en dan proberen ze... Soms gaan een tolk en een student online op afstand contact hebben met elkaar. De horende ook op afstand. En dan kan de student stage lopen. Maar we hebben veel ook digitaal oproepen gedaan. Ook naar doven die dus nu thuis zitten. Dat een student, die natuurlijk ook thuis zit, misschien elkaar kunnen ontmoeten om te oefenen met gebaren. En ook om natuurlijk te oefenen met tolken. Of met schrijftolken. Of oefenen met NMG-tolken. Of nou, noem maar op. Dus veel studenten zijn nu in contact met dove mensen die dus de tijd nemen om te oefenen. En ook dus dat is ook een soort van stage dus dan voor de studenten. Wacht, gebaar ik te snel of is het goed te volgen? Nee, het is heel goed te volgen. Voor de tolken ook. Het is goed. Helder, toch? Ja, maar ik twijfelde eventjes. Nou, goed. Maar ja, de toetsen, ja, dat is echt lastig. Een aantal theorietoetsen, die worden online gedaan. Dat kunnen ze thuis doen. Maar een aantal andere toetsen, ja, dat moeten we... Nou, bijvoorbeeld studenten die les moeten geven. Een gebarentaal les moeten geven aan een groep. Ja, dat kan nu niet. En kijk, we kunnen... De docenten kunnen dan niet beoordelen of ze goed lesgeven. Of een andere student moet bijvoorbeeld met een koptelefoon een gesproken tekst gaan dieptolken. En dan is de toets ineens klaar. En dan thuis kunnen ze dat niet doen. Want de student thuis die kan veel dingen weer verbeteren. En nou, waardoor de toets eigenlijk niet meer betrouwbaar is. Dus de toetsen worden nu uitgesteld. Dus die worden op een later moment gedaan, maar moeten we nog even bedenken wat daar een goede oplossing voor is. Oh. Dus de toetsen zijn voornamelijk online gegaan? Zou je de vraag nog een keer willen herhalen? Dus de studenten zijn nu eigenlijk voornamelijk online, klopt dat? Ja. Ja, hetzelfde als... laatst was één dove student, die van 6, die vertelde dat ook, Eva... Die vertelde daar ook al wat over. Nou, en wij zitten eigenlijk een beetje in dezelfde situatie. Veel studenten die zeggen ook, ze missen gewoon het live contact met elkaar. Elkaar ontmoeten, met medestudenten oefenen. Dat wordt heel erg gemist. En dat is wel een hele vervelende situatie. Maar toch, wij zijn toch wel blij dat de studenten het niet bij de pakken neer laten zitten. Maar gewoon dat ze wel doorgaan. En dat ziet er heel goed uit tot nu toe. En we hopen dan ook in augustus dat er een online open dag is. Was afgelopen 14 maart, was de open dag. En dat werd dus ook gecanceld. En toen zaten we te denken, ja, hoe kunnen we nou deze open dag nog doen? Al die bezoekers die kunnen niet meer naar de opleiding komen kijken. Dus de HU en wij hebben daar iets over bedacht en hebben we online een open dag gedaan. Dus 24 april volgende week en 9 mei zijn er dus open dagen online. En kunnen ze dus ook vragen stellen over gebaren. En ik hoop dat wij heel veel studenten kunnen werven. Dat het een mooie dag wordt. En wat er is nu momenteel heel veel aandacht voor gebarentaal. En de afgelopen 4 jaar is 25% een beetje gedaald qua aanmeldingen. Dus dat is al wat minder geworden. Maar nu zijn de aanmeldingen iets gestegen. En vooral voor de voltijdopleiding, voor de bachelor, voor de BA. Voor docent en voor tolk gebarentaal. Maar deeltijd, daar zijn weinig aanmeldingen voor. En schrijftolken ook weinig. En voor de master zijn er eigenlijk ook weinig. Dus in totaal is het ietsje gestegen. Maar wij willen graag dat we nog meer mensen kunnen werven.
En dat ze bijvoorbeeld een dove broer of zus hebben of andere bekenden hebben. En dat de dove gemeenschap ook bij de horende vrienden en buren gaat kijken om en ook laten weten dat de opleiding er is en dat er aanmeldingen komen. En dan hopen we ze te zien bij de volgende open dag. Helder, interessant. En hoe is het nu de situatie bij de HU is? Dankjewel. Succes de komende tijd. En ik hoop dat de aanmeldingen echt enorm veel komen, vooral dus nu na deze coronatijd. Dankjewel. Dankjewel. Dus overal heeft het een behoorlijke impact op de hogeschool, de HU bijvoorbeeld. En afgelopen week is er ook een dove journalist geweest, Lisa Hinderks. Heeft een artikel geschreven voor de NRC Dagblad. En ook op sociale media is dat heel veel gedeeld. En Doof Centraal heeft het ook gezien en gelezen. En het is een heel mooi artikel. En vorige week met de live-uitzending hadden we het over dove tolken. Er waren ook heel veel comments dat er veel mensen zeiden dat een dove tolk beter is dan horende tolken. Want die vertalen het naar Nederlands gebarentaal. En wij dachten als Doof Centraal dat we dus ook rekening houden met de comments en dat we daar dus ook naar gekeken hebben. En Lisa heeft daar ook een artikel geschreven over de Nederlandse gebarentaal en heeft daar ook een vlog van gemaakt. Kijk maar. Hi. Afgelopen week heeft het NRC mijn artikel over Irma en wat wij daarbij voelen. Over, weet je, iedereen vindt het natuurlijk geweldig, die aandacht, maar wat vinden wij er nou eigenlijk van? Dat hebben ze geplaatst in de krant. En Doof Centraal heeft mij gevraagd om dit artikel te gebaren. Nou, dat vind ik wel leuk, dus hier komt het. Een goede vriend van mij kan enorm goed gebaren. Die kan heel mooi de verhalen boeiend vertellen. Met de gebaren neem je mee naar verre locaties. En naar wilde nachten. Fascinerend. De taal zit in hem. Op die manier maakt het leven magisch. Mijn huisgenoot kan heel goed vertellen over haar leven. Het is soms heel tragisch. Dat raakt. Als je hun wil begrijpen, dan moet je de Nederlandse gebarentaal vaardig zijn. Want vertellen naar het Nederlands, dat doen ze niet. Want gebarentaal is hun moedertaal, hun eerste taal. Een eigen taal met hun eigen grammatica en met hun eigen woorden. En dat is anders dan het Nederlands. Dus als je hun verhaal wil gebruiken, moet je een tolk inzetten. Maar een volledige vertaling is niet mogelijk. Gebarentaal heeft een eigen straattaal met hun eigen woorden, die soms heel lastig te vertalen zijn naar een gesproken taal. En dan is opeens de ene tolk in beeld, naast Rutte. Heel Nederland vindt haar geweldig. Tolk Irma. Persoonlijk, als ik als doof en tolkgebruiker, vind ik het ook interessant, maar ook pijnlijk en frustrerend. Heel veel berichten op Twitter en op social media over dat wat Irma doet zo mooi is en die Nederlandse gebarentaal zo geweldig is en fascinerend en dat Irma een lintje moet krijgen omdat ze daar staat te gebaren. Maar ook dat ze haar eigen talkshow verdient. Wij doven hebben al zo vaak aangegeven en aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. Maar ook hebben we zelf gebaard en laten zien dat die gebarentaal belangrijk is en erkend moet worden. En nu is een horende tolk in beeld en opeens dringt het bij iedereen door. Wij zijn al jarenlang aan het vechten. En tuurlijk zijn we blij dat de informatie toegankelijk is. Irma doet haar werk goed. Ik kan alles volgen, maar het is een vertaalwerk. En het is haar werk. Daar heeft ze een opleiding voor gedaan. Net als andere mensen opleidingen voor hun werk hebben gedaan. Irma is dagelijks bezig met haar werk op die manier. En natuurlijk, we zijn blij dat informatie toegankelijk is en dat er aandacht is voor de Nederlandse gebarentaal. Maar dat heeft niks van doen met de persoon Irma.
dat had elk andere tolk kunnen zijn. Dus waarom niet een dove die vecht voor deze rechten een lintje geven? Eva of Corrie of iemand anders. Die zijn al jaren bezig met om te lobbyen via social media bij de politiek. Laat die in beeld komen. Die hebben heel hard gevecht. Ook gevochten dat Irma daar nu kan staan. Dus als mensen graag een talkshow willen. Dus ik ken zat doven die heel mooi een verhaal kunnen gebaren. Zoals die vriend van mij. Die kan dan eindelijk aan een groot publiek zijn verhaal gebaren. Of mijn schoonzus, die eindelijk haar verhaal kan vertellen. Of al die anderen die prachtig kunnen gebaren in hun eigen taal. En dan niet vertaald, maar zelf gebaren. Dus die kunnen je het gevoel geven dat je in andere werelden verkleedt. Andere werelden begeeft. Met hun mimiek en hun lichaamstaal. Als je de taal kent, kan het ontroeren. Het fascineert. Het boeit. Het raakt. Het vervult. Gebarentaal is prachtig. Het is mijn taal. Mijn trots. Lisa, hartstikke bedankt. En je ziet ook wel een verschil of je het zelf leest of dat je het in gebaren ziet. Daar zit echt wel een verschil in. En Nederlands, of de Nederlandse gebarentaal is haar moedertaal echt heel erg mooi. Voordat we gaan afsluiten, willen we nog eventjes gaan kijken naar de eetrecepten. Misschien heb je zelf ook wat tips gegeven. Ik ben benieuwd. Caroline is bezig geweest om al de tips te verzamelen. En die heeft naar mij verstuurd. Dus ik zal het nu met jullie delen. Er zijn er 5 binnengekomen. De eerste is de flamkuchen. Dat is een Duits-Frans hele dunne soort pannenkoekachtig iets. Soort ja, pizza. En dan kan je dus zelf bedenken wat je erop doet en in de oven. En het smaakt fantastisch. En als tweede is bananenbrood. Een zoete brood gemaakt van bananen met bloem. Klinkt goed. En als derde, carpaccio wraps. Dat is een wrap met carpaccio erin. Echt, smaakt ook heerlijk. Bijvoorbeeld voor een borreltje, voor een lichte lunch of thuis dat je lekker even zin hebt met een wit wijntje erbij. Heerlijk. En ook met het mooie weer even buiten lekker in je tuin zitten met een borreltje en een hapje. En als vierde is een worteltaart. Heerlijk. Een zoete taart met wortels, geraspen wortels erin. En dan in de oven. Klinkt heel gezond. En ook oranje erbovenop. Nou, binnenkort Koningsdag met de oranje vlag en worteltaart erbij. Perfect. En als laatste, echt onmogelijk dat je die vergeet. Echt de Nederlands gewoon de pannenkoek. En dan kan je zelf bedenken wat je op je pannenkoek doet. Aardbeien of chocola. Zalm. Je kan verschillende toppings geven. Is altijd goed. Heerlijk. Bedankt kijkers voor deze tips. En ik ga het zeker zelf ook gebruiken. En misschien bij de volgende uitzending ben ik wat aangekomen omdat ik zoveel heb gegeten. Wie weet. En dit keer geen kijkersvragen. Docentraal, de laatste tijd zijn er heel veel vragen geweest en antwoorden gegeven, filmpjes gepost. Dus ik hoop nu dat jullie wat rijker zijn geworden in kennis over de coronavirus, hoe je daarmee om kan gaan. Dus daar ben ik wel heel blij om dat het zo is. Volgende keer, als je toch een vraag hebt, kan je ze altijd sturen naar ons. En wij kunnen dan dat bespreken en op Instagram filmpjes posten of op Facebook. Komt goed. En nu dan de afsluiting. Doofcentraal hoopt dat het allemaal weer duidelijk is geweest hoe de situaties zijn in heel Nederland. Maar ook wereldwijd. Hoe het nu staat in het leven.
En ook in verband met deze coronavirus. Ook de HU hebben we nu wat meer informatie over. Dove studenten, hoe zij ermee omgaan. Oudere doven. Dat het nu meer duidelijkheid heeft gegeven. En wij als Dove Centraal willen graag ook het clubhuis bedanken dat wij gebruik mogen maken van deze zaal. Want het clubhuis heeft gezegd dat deze informatievoorziening ontzettend belangrijk is. Dus zij hebben aangeboden dat wij deze komende tijd en de afgelopen keren gebruik mogen maken van het clubhuis. En het Dove Centraal team is ook nog steeds hard aan het werk. En wij hebben ook wel geld nodig. Dus jullie zien hieronder een tikkie link verschijnen. En ook in de comments zie je een link. Het is gewoon simpel. Je kan erop klikken. Je kan zelf bepalen hoeveel je overmaakt. 1 euro of 1 miljoen euro. Als je ontzettend rijk bent, doneer je dat aan Dove Centraal. Alle ondersteuning is welkom. En als je iets voor kleingeld hebt gevonden tijdens het huis schoonmaken, kan je dat ook doneren aan Dove Centraal. En voordat wij gaan afsluiten, wil ik nog een filmpje laten zien. Een visual vernacular van Walter Di Marco. Hij komt uit Italië en vertelt een heel mooi verhaal over de coronavirus. Kijk maar. Thank you.
prachtige, echt een visual vernacular filmpje. Echt 100% ingebaren. Echt heel erg mooi. Nu dan de afsluiting. Doof Centraal wil graag de gasten eerst even bedanken. Eva, Lisa, Tony, maar ook Flow TV voor het filmpje. En ook het VV-filmpje, ook bedankt. En ook Henk Betten bedankt. Het was heel interessant van hem te horen hoe zijn leven nu op dit moment is. En ook Doof Centraal wil graag het team bedanken. Antonio voor de montage en alles, zoals altijd. Dennis was vandaag de regisseur die met de zweep eroverheen ging. Ik, Bernd, als presentator. Caroline op afstand voor de vraagbak. En ook Leonie en Daniel en Splinter bedankt voor het meewerken en bedenken met de interviews afnemen bij verschillende mensen. Echt heel erg mooi. En ook de twee tolken, Nederlands gebarentaal bedankt. En ook op afstand de schrijftolk. Echt een fantastisch team. En tot nu toe ging het hartstikke goed en hopen dat we nog verder gaan samenwerken. Volgende week zijn we er weer om 19:30 op zondag. En als deze live-uitzending voorbij is, kan je hem altijd nog weer terugzien. Een goede avond verder. Doei!